Met de vlam in de pijp scheur ik door het hete zand. Met mijn opgevoerde motor, onbevreesd in een ver land. Met de vlam in de pijp en een team die op ons wacht. Aan het einde van de finish, het heeft ons vaak gelukt. We staan hier vandaag bij het Rainbow Truck Team, deelgenomen aan Dakar 2014. En de mannen hebben deze succesvol afgesloten met een 25e plaats in het eindklassement. En wij gaan in gesprek met de drie mannen die de truck door Chili, Argentinië en Peru geleid hebben. Wij stellen voor de navigator Ed Wichman. We stellen voor natuurlijk Gerrit van Werven, de rijder, en de rijder Gerrit van Zuurman. Deze drie mannen hebben een mooie tijd gehad. Ed, we kennen je van de motorsport, maar je hebt ook al nodige jaren ervaring in Dakar. Ja, de eerste vijf jaar waren dus bij het Dutch Team Dakar geleid. Daarna drie jaar bij Pascal de Baar in de truck. Daar hebben we alles op ons eigen houtje uit moeten vinden. En dat resulteert ook veel op de kant liggen, in de duinen hangen. Er zijn nachten overgebleven in de duinen. Daar hebben we twee keer van uitgereden, één keer niet. Nu in het nieuwe team, Rainbow Truck Team, zijn we gestart. Met in Marokko zijn we gestart als training. Nou, dat is goed bevallen. Heel goed met elkaar kunnen werken. Daarna de Dakar. En is ook goed uitgepakt. Ja. Ja, succesvolle 25e editie. Uitrijden was de missie waarvoor jullie gingen. Jouw rol was navigator. Hoe ziet een voorbereiding van een navigator eruit? En wat doe jij precies als je in de truck plaatsneemt? Nou, ten eerste krijg je het, 's avonds als je binnenkomt, het boekje. Daar staan alle notes in, gevaren, linksaf, rechtsaf, et cetera. Nou, dan gaan we 's avonds, komt de truck binnen, dan heb je het nodige werk. De drank aanvullen, de ruiten schoonmaken. Maar ik als navigator ga dan met het boekje aan het werk. Een uurtje of twee, 2,5 is het zeker werk. Want je moet ook nog alle wijzigingen, want zo'n boekje is bijvoorbeeld een jaar lang al in productie. En de organisatie rijdt dan 2 dagen van tevoren nog een keer de route na. En dan krijg je nog allemaal wijzigingen die in het boek moeten. Zuurmond, Gerrit van Werven. Gerrit van Zuurmond, beest natuurlijk de plaats waar wij vandaag te gast zijn. We zijn bij jouw bedrijf. Ik zie een groot bedrijf. Ja, Dakar, weggaan van het bedrijf. Kon dat wel? Gelukkig hebben we een heleboel mensen om ons heen die het bedrijf geleid hebben. Dus wat dat betreft kon ik wel weg, ja. En het avontuur aan te gaan in Dakar. Ja, ik heb begrepen dat jij zelf niet in het verleden hebt deelgenomen, maar wel Dakar diverse malen bezocht hebt. Dus we hebben hier een echte Dakar-liefhebber staan. Ik ben een echte Dakar-fan. Ik ben er al verschillende malen geweest als sponsortrip, zeg maar. Dus nu had ik de kans om samen met Gerrit Verwerf en Ed Wichmans zelf mee te gaan rijden. Dus die kans heb ik met beide handen aangepakt. Ja, de familie is gewend dat je als gast gaat, dan ga je rijden. Wat was de reactie van het thuisfront? Dat moet je altijd doen, dus dat heb ik ook zeker gedaan. Ja, wat zijn met name de momenten tijdens Dakar die jou bijzonder hebben aangesproken? Bijzonder hebben aangesproken, dat is toch eigenlijk dat de wereld zo groot is dat ik niet wist dat de wereld zo groot was. Dus de omgeving en de landen waar we doorheen gekomen zijn. En daarnaast de saamhorigheid, zeg maar, van alle teams, s'avonds in het bivak, dat ze elkaar allemaal helpen, zeg maar, om de volgende dag weer startklaar te zijn. Ja, bijzonder natuurlijk. Ja, de sportman en ondernemer Gerrit van Werven. Gerrit, een Dakar-team. Een jongensdroom die uitgekomen is. Ja, we hebben er wel vaker over gehad. Een jongensdroom die echt uitgekomen is. En ja, die zo mooi verlopen is na zo'n ervaring. En zo wat Gerrit ook zei. Die wereld is zo groot. Ja, dat is gewoon uniek. Ja, we zien natuurlijk de race. Nederland 7 miljoen mensen die het volgen, die gekeken hebben naar wat er gebeurt. Jullie waren ook constant met het team toch wel prominent in beeld. Wat zijn met name etappes, Gerrit, die op jou een indruk hebben gemaakt?
Nou, vooral bij de start. De eerste zaterdag toen wij een rondje reden door de stad heen. Nou, en als je dan ziet, Argentinië natuurlijk zo groot. En dat er zoveel mensen daar. En zo lief en vrolijk. En allemaal applaudisseren. Ja, geen 500.000 mensen. Die zaten. Gerrit en ik liep morgens een keer rond een uur of 10, 11. Toen zat er al 100.000 man. Maar die zaten s'avonds om 12 uur nog. En daar neem ik petje voor af. En dan de maandag dat je de stad uitgaat. Die weg is 25 kilometer lang. En dan staan er gewoon 5 rij dik mensen die voor ons applaudisseren. Nou ja, dat maak je hier niet mee. Kijk, en dan de route op zichzelf. Ja, elke dag ervaar je anders. De derde dag was toch geloof ik Ed. Of Gerrit, toen hadden we een heel zwaar stuk. Nou, wij hebben gedacht, jongen, dat zo moet. Maar ook dat, als je weer 20 kilometer verder bent, ben je het weer vergeten. Dat is zo'n ervaring, dat is onbeschrijfelijk. Kijken we naar het sportieve gedeelte. Marokko zei al, het bevalt me. In Dakar, ben je daar nog momenten tegengekomen dat je dacht van, wat doe ik hier op al die bulten en die zandbergen? Nou ja, wat ik je net zei, die derde dag, dat was een heel moeilijk stukje. En verder heb ik alleen maar genoten en genoten en ontzettend mooi. Nou, Provisie had met jullie een mooie prestatie. Gerrit, ik kom toch nog één keer bij jou terug. Ja, Klaas Kwakkel, de monteur, hopen wij uiteraard ook nog te spreken. Ja, als ik die man, wat ik daarvan zag, dan zeg ik eigenlijk chapeau. Als jullie gingen rusten, begon voor hem het werk. Ja, als wij gingen rusten, dan begon voor hem het werk. En dan moest hij zorgen dat de auto weer startklaar was voor de volgende dag. Nou hebben we gelukkig niet al te veel problemen gehad. Maar toch had hij de hele nacht werk om de auto weer in conditie te brengen. We kijken even naar het moment dat ook de bus uit Oldebroek arriveert. Met natuurlijk daarbij Klaas Kwakkel, de monteur. En hem zullen we zeker ook nog spreken over zijn Dakar-avontuur 2014. Klaas Kwakkel, de man uit Serenbroek. Klaas, dit was voor jou de tweede deelname aan Dakar. Ja, klopt. Ik ben 2 jaar geleden met Hans Bergs mee geweest. Ook in de service, zeg maar. Hetzelfde soort auto. En dus daar had ik enige ervaring mee. En nu hebben we dit het voortgezet, zeg maar, met de auto van Gerrit. Ja, de mannen rijden overdag en de wagen komt terug. Dan begint voor jou het werk, of hoe moeten wij dat zien? Ja, dan gaan we eerst de auto bekijken. Als er eventueel problemen zijn of die als aan worden gegeven, dat er een rammeltje of het zij wat. En dan ga ik gewoon de hele auto checken. Als er dingen gescheurd of gebroken of losgekomen zijn. En dat is alles smeren en olie in controleren. En dat is eigenlijk de dagelijkse hap, zeg maar. Had jij al snel in de race het gevoel met deze truck gaan we hem uitrijden? De truck had zich in die zin redelijk wijs 2 jaar geleden ook goed gehouden. Dus dat mocht eigenlijk geen probleem wezen. Maar je weet nooit wat er kan gebeuren en gaat gebeuren in Dakar. Dus het is elke dag weer een verrassing en een blijde verrassing als ze weer terug zijn. Ja, 25e plaats in het al-overklassement, 10e plaats wat betreft de Nederlanders. Wat jou betreft ook boven verwachting? Verre boven verwachting, ja. Echt supergoed. Ja, hele mooie prestatie. Dan komt die huldiging. Hoe heb je die beleefd daar op het huldigingspodium? Ja, dat is echt fantastisch. Boel volk op de been en echt allemaal enthousiast. En hartstikke mooi. Echt, kippenvel. Complimenten in ieder geval met het werk wat jij voor het team hebt gedaan. En geniet van dit mooie Dakarfeestje hier in Beest. Dankjewel, gaat zeker lukken. Als team meegedaan aan de 35e versie van Le Dakar. 9000 kilometer door Argentinië, Bolivia en Chili. 70 trucks waren aan de start. Daarvan hebben er 50 hem uitgereden. Op de 25e plek is geëindigd ons Rainbow Truck Team. Ja, dat komt allemaal. Als je kijkt naar de Nederlandse deelnemers, dan waren ze 10e. Nog beter, de winnaar, een of andere Rus, die deed er 55 uur over. Gerrit, die stuurde in slechts 28 uur langer, over 9000 kilometer. En de laatste plaats in de trucks, vergeet het niet, deed er 391 uur langer over dan de winnaar. Kortom, het Rainbow Truck Team heeft een topprestatie geleverd. Ja, dit is heel teamprestatie, dat doe je met z'n allen. Tuurlijk, ik heb het stuur alleen in de hand. Kijk, en ik heb gewoon heel rustig nagedacht. Hoe ga ik dat doen? Kijk, heel vaak is mij wel gezegd, Gerrit, doe alsjeblieft kalm aan, we willen graag heel terug. Dat wil ik ook graag.
Maar nogmaals, kijk, we hebben gecontroleerd, beheerst en we hebben heel veel geluk gehad dat we geen pech hebben gehad. Geen lekke band, geen stukken, niet vastgezeten. Gewoon rustig doorgekacheld, zoals wij dat dan noemen, op het plat. En ja, de finish bereikt. Volgend jaar gaan we weer. Volgend jaar gaan ze weer. Ik wil uw aandacht voor een speciaal moment. Hij is helemaal uit Oldenbroek komen rijden. Burgemeester Adriaan Hogendoorn. En ik denk dat hij iemand even toe moet spreken. Dus er staat hier een sportman, puur sang. En met de prestatie die je nu geleverd hebt, nou wil ik eigenlijk wel zeggen, hebben we een superbikkel naast me staan. En in die zin ben je wat mij betreft een groot voorbeeld voor heel veel sportmensen in de gemeente Oldenbroek, maar ook verder buiten. Maar ik vind het ook wel heel bijzonder dat ook gelijk de eerste keer, het was eigenlijk jullie debuut, ook geslaagd is. Want het is natuurlijk niet niks. Er zijn heel veel die het niet halen, zeker de eerste keer niet. Ik wil je heel erg feliciteren, ook samen met je team, want dat is ook een echte teamsport. Zoiets moet je ook op elkaar kunnen vertrouwen, op elkaar aankunnen. En ik heb begrepen dat jullie motto was, alleen kun je sneller, maar samen kom je verder. Ik vind het eigenlijk wel een mooie vertaling van het motto Oldenbroek voor elkaar. Ik kan wel zeggen, het is een prestatie, een topprestatie die getuigt van karakter. Dat heb je nodig om dit te kunnen doen. En in die zin zijn we in Oldenbroek ook echt trots op jullie. Maar in het bijzonder uiteraard snappen jullie wel op onze inwoner, eigen inwoner Gerrit van Werven. En dat hebben we ook niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. En daarom mag ik namens het gemeentebestuur je iets overhandigen, Gerrit. Dat ga ik nu graag doen. Een sporttrofee, en dat is uniek. Oldenbroek is nog nooit gebeurd. Ik hoop dat dit de komende tijd vaak uitgereikt mag worden aan mensen die echt een prestatie in dat formaat hebben geleverd op sportgebied. Bij jou was het eerder gebeurd om de eerste sporttrofee van de gemeente Oldenbroek in ontvangst te nemen. Hij is echt zeer, maar zeer gegund. Ziet u hier van niet worden opstaan. Meneer Oldenbroek, Gerrit van Werven, 25-1-2014. Weer het voltooien van de Dakar Rally 2014. En dat is wel een oorlog, hè? Met de vlam in de pijp scheur ik door het hete zand. Met mijn opgevoerde motor, onbevreesd in een verlaat.